Hallo allemaal, ik ben Sjoerd en namens Halen Jobbing en de gemeente Den Haag ga ik jullie de route Ypenburg van het fietsexamen laten zien. Gaan jullie mee? Voordat je de bocht omgaat, kijk je achter je of er geen verkeer aankomt, steek je hand uit en ga je met twee handen aan het stuur de bocht door. Als je bij een kruising aankomt, moet je natuurlijk goed uitkijken of er geen ander verkeer is. Bij de eerste post steek je het kruispunt over. Verkeer van rechts heeft hier voorrang. Kijk dus goed uit. Als je een bocht naar links maakt, zorg je ervoor dat je een ruime bocht maakt, anders kom je op de verkeerde weghelft terecht. Bij de tweede post sla je links af en rijd je om het parkje heen. Je kunt hier voorrang hebben, maar moet het ook krijgen. Als je een bocht naar rechts maakt, zorg je dat je een korte bocht neemt, anders kom je op de verkeerde weghelft. Voordat je gaat fietsen, kijk je natuurlijk of je fiets in orde is. Doet je bel het, zit je zadel goed vast, zijn de banden hard, doe je remmen het en is je licht goed. Tijdens het fietsen blijf je natuurlijk goed om je heen kijken en let je op de andere weggebruikers. Vanaf het fietspad naast het park sla je linksaf. Je hebt hier geen voorrang, kijk dus goed naar links en rechts. Als je een obstakel op de weg tegenkomt, kijk je eerst om je heen of je kunt uitwijken. Verkeer wat van rechts komt, heeft vaak voorrang. Let hierop tijdens het fietsen. Bij de vierde post sla je linksaf. Verkeer wat van rechts komt, heeft hier voorrang. Kijk dus goed om je heen. Als je zelf van rechts komt, heb je voorrang. Voorrang moet je alleen wel krijgen van je medeweggebruikers. Hoe vinden jullie dat ik het doe? Denken jullie dat ik mijn examen haal?
De vijfde post kijkt of je alle handelingen goed verricht bij het rechts afslaan. Fiets de bocht niet te ruim, hè? Bij de zesde en laatste post sla je linksaf. Verkeer wat hier rechtdoor gaat of van rechts komt, heeft voorrang. Daar ben ik weer. Dit was de fietsroute Ypenburg van het verkeersexamen. Heel veel succes met oefenen en veel plezier bij het echte examen. Doei!